In deze video bekijken we hoe de ISBN-oefening uit de vierde reeks uit te werken en in te dienen. We moeten hier een programma schrijven dat een reeks ISBN-10-codes, elk bestaande uit 10 cijfers, inleest en telkens bepaalt en afdrukt of ze al dan niet corresponderen met geldige ISBN-10-codes. De codes worden elk op een afzonderlijke regel ingegeven en de reeks wordt afgesloten met een regel die het woord stop bevat. We zullen hier ook weer gebruik maken van een while loop en de gekende formule uit de vorige ISBN-oefeningen toepassen. In deze opgave kan het controlecijfer de waarden 0 tot en met 10 aannemen. Als het controlecijfer gelijk is aan 10, dan wordt dit in de ISBN-10-code genoteerd als een hoofdletter X. Elke ISBN-10-code wordt als één geheel, namelijk één string, ingegeven. Is de ingegeven string verschillend van stop, dan wordt de invoer verwerkt en een passende boodschap afgedrukt. Als de ingegeven string gelijk is aan het woord stop, dan wordt het programma beëindigd. We gaan nu over naar PyCharm. Bij het oplossen van de ISBN-oefening uit reeks 3 werd eveneens een while loop gebruikt. We vertrekken dan ook van deze oplossing. Aangezien hier de verschillende cijfers niet afzonderlijk, maar als een geheel worden ingevoerd, hernoemen we de variabele x1 naar code. Deze variabele bevat ofwel een te testen ISBN-10-code, ofwel het woord stop. Indien de invoer verschillend is van het woord stop, doorlopen we de while loop. We verwerken dan één voor één de cijfers uit de ISBN-10-code. Het eerste cijfer uit die code, code 0, want het bevindt zich op positie 0 binnen de string, moet omgezet worden naar een geheel getal, zodat we er kunnen mee rekenen. Daarna overlopen we de rest van de string en halen telkens het volgende karakter op. Zetten dit om naar een geheel getal en vermenigvuldigen met het corresponderend getal. Let wel op dat het ieder cijfer uit de invoerstring code op positie i-1 staat. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld bij het verwerken van het tweede cijfer uit de ISBN-10-code dit in de formule zal aangegeven worden door 2 maal int van code 1. Bij het beëindigen van de loop bevat de variabele controle de berekende som en moet nog enkel de rest na deling door 11 bepaald worden. Deze rest slaan we eveneens op in de variabele controle. Nu rest ons nog dit controlecijfer te vergelijken met het laatste cijfer van de ISBN-code, namelijk het cijfer op positie 9. Het controlecijfer kan nu echter ook de waarde 10 aannemen en in de ISBN-10-code wordt dit dan genoteerd als hoofdletter X. Bij het vergelijken vullen we dus de voorwaarden als volgt aan. Als het controlecijfer gelijk is aan 10 en het laatste element van de ISBN-10-code, namelijk code 9, gelijk is aan hoofdletter X, dan hebben we een correct ISBN-nummer. Is het laatste element van de ISBN-10-code, code 9, gelijk aan de stringwaarde van het berekend controlecijfer, dan hebben we ook te maken met een geldig ISBN-nummer. In beide gevallen wordt als boodschap oké afgedrukt. In alle andere gevallen krijgen we als boodschap fout. We slaan het geheel op en testen het uit met de gegevens uit Dodona. Bij het uittesten van deze code geven we één van de testgevallen uit Dodona op en krijgen als resultaat oké.
Dit correspondeert met de voorbeeldoplossing op Dodona. We geven als tweede invoer stop op en het programma wordt beëindigd. In deze oefening werd ons gevraagd een reeks ISBN-10-codes in te voeren en telkens te testen of deze al dan niet geldig zijn. Het programma eindigt wanneer als code stop wordt ingegeven. Dit is het einde van deze video waarin de oplossing van de ISBN-oefening uit reeks 4 werd gedemonstreerd.